Hey, leuk dat je kijkt naar deze morning routine voor school. Op een schooldag dat ik om 9 uur moet beginnen, sta ik meestal om 6:55 op. Zodra mijn wekker is gegaan, check ik even of ik nog appjes heb van mensen en kijk ik even naar mijn rooster. Zodra ik dat heb gedaan, stap ik uit bed en ga ik naar de wc. De kleren die ik aan wil, leg ik altijd de avond van tevoren alvast klaar. Dan is het tijd om mezelf te gaan opfrissen en aankleden. Wanneer ik klaar ben op de badkamer, ga ik weer terug naar mijn slaapkamer en ga ik mijn bed even opmaken. Daarna doe ik mijn rolgordijn open en ga ik mijn make-up doen. Ik stop dan nog even mijn laptop in mijn tas, want die neem ik altijd mee. En dan is het tijd om eten klaar te gaan maken voor school, onder andere lunch en wat snacks. Ik neem ook een flesje water mee. Zodra ik dit in mijn tas heb gestopt, ga ik mijn ontbijt maken. En ik ontbijt meestal met crackers. Vandaag heb ik ervoor gekozen om filet americain op mijn cracker te doen. En hierbij drink ik ook nog Optimel. Dan is het tijd om mijn ontbijt op te eten en op te drinken. En tijdens het ontbijt kijk ik meestal even op social media of kijk ik nog even een video op YouTube. Na het ontbijt is het tijd om mijn tanden te gaan poetsen.
Na het tandenpoetsen ga ik nog even naar de wc. En daarna is het tijd om mijn schoenen aan te gaan trekken. En dan is het vervolgens tijd om mijn jas aan te trekken en de deur uit te gaan. En ik moet meestal de bus hebben rond 8:10 en dat is ongeveer 5 à 10 minuutjes lopen. Nou, dat was dan mijn morning routine voor school. Als je het leuk vond om te kijken, doe dan vooral een duimpje omhoog. En wil je meer video's van mij zien, abonneer dan vooral op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik je hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!